Mijn naam is Robin van Essig, ik ben voorzitter van het buurtcomité Twijnenstraat en Omstreken. We staan hier op het mooie Nicolaas Kerkhof. Dat is de loop der jaren steeds wat mooier geworden. Een jaar of twee, drie geleden hebben wij met de gemeente geprobeerd om het ook wat veiliger te maken. Nou, we hadden heel veel last van GGZ-klanten, daklozen, zwervers en met name drugsdealers. En hun favoriete ontmoetingsplek was het bankje tegen de kerk en dat wilden we eigenlijk weg hebben. Nou, dan is de gemeente altijd wat moeilijk met het weghalen van bankjes in de openbare ruimte. Dus het compromis was, we maken de boomspiegel wat groter, halen auto's er vanaf, maken het wat groener en dan zetten we in het midden van de boomspiegel dat bankje terug. Nou, daar konden we dan nog wel mee leven, met de hoop dat het dan allemaal wat meer openbaar zou worden en dat dat ook zeg maar drugsdealers zou afschrikken, doordat ze dan niet meer achter de auto's verstopt zitten. Nou, wat schetste onze verbazing, de boomspiegel is mooi opgeknapt. Maar op een gegeven moment kwam het bankje, maar dat was niet één bankje, het waren er op een gegeven moment wel zes. Nou, dus dat is niet de bedoeling. En wat heb je nu? Nu heb je dus zes bankjes, waarvan het grootste gedeelte ze in gebruik zijn door nog veel meer mensen dan eerst pasten op dat ene bankje. En zijn dat dan passanten, opa's en oma's en kinderen? Nee, dat zijn toch de categorie verwarde personen die we eerst op één bankje hadden. Nou, ook die mensen hebben recht op hun plekje. Dus dat ene bankje, dat willen we ze verder niet ontzeggen. Maar gemeente, als je nou weet dat je zeg maar last hebt van één bankje, moet je er dan zes van maken. Nou, we klagen daar inmiddels al een anderhalf, twee jaar over. En dat blijft dan toch iedere keer weer dodelijk stil. Er wordt verwezen naar mensen die op vakantie zijn. Er wordt niet gereageerd. En eigenlijk zijn we daar wel klaar mee. Nou, we hebben deze week gevraagd aan de gemeente om dan in ieder geval in augustus toch eens een keer wat concreets te gaan doen. En we gaan hopen dat dat ook gaat gebeuren. En voor nu voelt het toch een beetje als je vraagt om een emmertje water om de brand te blussen. En de gemeente die gooit zes jerrycans benzine op het vuur.